Soms stel ik me Schiermonnikoog over 20 jaar voor. Vergrijzing, recessie, toerisme. Is ons eiland eigenlijk wel voorbereid op de toekomst? Wie wonen hier dan? Hoe is de Schiermonnikoger bevolking in 2030 samengesteld? Niet altijd zie ik ons eiland een kleurrijke toekomst tegemoet gaan. Gelukkig overheersen de momenten dat ik dat wel zie. Kansen liggen er immers voldoende. Je moet ze alleen wel zien, ontdekken en benutten.